Het is in alle kranten verschenen wat de gevolgen zouden zijn moest de duizendjarige storm opsteken. Omdat ik zag dat mijn living en mijn kamer volledig onder water zouden staan, tot 2 meter hoog. De mensen wonen daar, hun familie leeft daar, ze zijn bezorgd omtrent de veiligheid bij zo'n storm, maar ook hun huis waar ze heel hun leven voor werken. Ze hebben misschien ook een horecazaak, dat is een bron van inkomsten. En u kan niet geloven hoeveel dit leeft bij ons aan de kust, omdat men zegt, wat is de impact en wat is de kans? En natuurlijk zegt de gouverneur wel, we hebben een evacuatieplan. Maar eigenlijk, niemand wordt graag geëvacueerd. Als het echt nodig is, natuurlijk wel. Maar uiteindelijk, u moet ook willen terugkeren naar uw plaats. En uw plaats mag niet volledig vernield zijn. Dus daarom eigenlijk mijn vraag aan u, meneer de minister. Uw Sigma-plan, dat is gedeeltelijk uitgevoerd. De vraag luidt, mevrouw Van Volsem. In het binnenland, hoe ver staat u met de kustverdediging?